mogen wakker geschud worden, want we zijn in een oorlog beland. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van hoeveel profeten? Al zijn profeten tevoren verkondigd had dat de Christus lijden zou. Dus alle profeten hebben daarover gesproken. En betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Waar spreekt hij over hier? Waar spreekt Petrus over? Ik zou het willen noemen een great reset. Bekeert u, dat is een omkering. Dat is niet een klein beetje iets anders gaan doen, dat is een volledige omkering. Ik liep die kant op, ik draai mezelf om en ik ga naar God toe lopen. Want ik liep de wereld in. Dus betert u en bekeert u. Waarom? Opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En bij bekeert, kijk, bij betert in vers 19 staat metaneo. En wat betekent metaneo? Think different. Als je tot nog toe zo en zo gedacht hebt, begin dan nu anders te denken. Wij mensen zijn zo vaak geneigd om te denken, ja, dat geloof ik niet. Waarom niet? Omdat je het je niet kan voorstellen. Wij kunnen ons heel veel dingen niet voorstellen. Als je aan mensen gaat vertellen dat er een God is, aan atheïsten, dan geloven ze het niet. Waarom niet? Ze kunnen het zich niet voorstellen. Als je aan mensen gaat vertellen dat de regeringen in deze wereld rot van binnen zijn, en dan heb ik het niet over individuele mensen, want ik wil niet al die regeringsleiders over één kam scheren, maar dan heb ik het over het systeem. Dan staat dat in Openbaring dat de hele wereld volgde het systeem, volgde het beest. En alle koningen volgden het beest. Dus dan zeg ik niks buiten het boekje. Maar mensen zeggen, dat kan toch niet, jongens. Dat kan. Wij hebben toch een Nederlandse regering die het beste met ons voor heeft. Ik kan me dat niet voorstellen. Dus omdat jij het je niet kan voorstellen, is het niet zo. Vraag het aan mensen. Het is zo'n waardeloos argument. Ik kan het me niet voorstellen. Ik heb me heel veel niet kunnen voorstellen. Ik kan me niet voorstellen dat een mens bereid is om te sterven voor de zonde van een ander. Ja, wel? Als het er echt op aankomt. Jullie wel? Als het er echt op aankomt. Als je de dood in de ogen ziet. Hoeveel mensen gaan dan om? We kunnen ons niet voorstellen dat heel Duitsland, en dan zeg ik heel Duitsland, iedereen die Hitler ging volgen, dus niet iedereen, maar wel de grote massa ging Hitler volgen. Kun je je dat voorstellen? Nee, als je meer informatie hebt, kun je je het niet voorstellen. En toch deden ze het met z'n allen. Dus wij moeten niet gaan nadenken over wat wij ons voor kunnen stellen. We moeten gewoon lezen. Amen. Want zodra we gaan nadenken over wat wij ons voor kunnen stellen, komen we altijd tekort. Dus betert u betekent think different. Het gaat niet over wat jij kunt bedenken. Het gaat over of je kunt lezen en wat God kan bedenken. Kun jij je voorstellen dat een luipaard zijn vlekken kan veranderen, ja of nee? Een luipaard, kan die zijn vlekken veranderen? Een moorman, oftewel een neger, kan die de kleur van zijn huid veranderen, ja of nee? Wij kunnen het ons niet voorstellen, of wel? Wat zegt het woord van God? Hij kan het. God kan het. Dus als dat er staat en wij zitten nog steeds na te denken over dat wij ons dat moeten kunnen voorstellen. Ik kan me niet voorstellen dat ik kan leven zonder de baan die ik nu heb. Maar waarom stel je het je dan voor? Want wij kunnen ons heel veel niet voorstellen. Wat zegt Jesaja 55? Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. En zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Hoger dan onze gedachten. Dus als wij gaan nadenken over wat we ons voor kunnen stellen. Ik kan me niet voorstellen, Hugo, met alle maatregelen nu dat je naar Spanje kunt rijden. Nou, dat is fantastisch dat jij je dat niet kan voorstellen. Maar God kan ons daar zo heen brengen als hij dat wil. Amen. Ik kan me niet voorstellen dat het mogelijk is om straks nog te blijven reizen als je het vaccin niet neemt.
Nou, het is prachtig dat jij je dat niet kan voorstellen. Maar als God het wil, dan kunnen we dat. Amen. Want als het gaat over betert u, dan gaat het over think different. Denk anders dan iedereen om je heen. Ga niet mee met wat iedereen om je heen denkt. Oh, het wordt straks onmogelijk om te reizen. Dat kun jij je niet voorstellen, hè? Nee, dat kun je niet voorstellen. Ik wel. Want ik ken een God die dingen doet die mensen zich niet kunnen voorstellen. Weet je, er staat een volk die staat voor de zee, voor de Schelfzee. Het leger van Farao in de rug. Had iemand van dat volk zich kunnen voorstellen dat ze nog zouden ontsnappen, ja of nee? Nee, want ze beginnen allemaal te piepen en te janken. Oh, we gaan dood. En Mozes kon het zich voorstellen. En God zegt in feite tegen Mozes, sta niet te dreutelen, hup, sla met die staf en dan gaan we. Amen, is dat wat hij doet, ja of nee? Ja. Zo God dienen wij. Dus we moeten think different. Ik wil vooral, ik hoop dat jullie erbij zetten, denk niet te klein over God. God is groter dan alles wat wij ons kunnen voorstellen. God is altijd groter. Schrijf dat op. En print het op je voorhoofd. Plak het op je voorhoofd. Dat is de wet op je voorhoofd binden. Dat is niet een klein Torah-scrolletje in een leren kastje op je voorhoofd binden. Dat is dit continu voor jezelf herhalen. Iedere keer wanneer je denkt, ik kan me dat niet voorstellen, dan probeer je voor te stellen wie God is. En wij kunnen ons niet voorstellen hoe groot God is. Want hij is altijd nog groter dan wij ons voor kunnen stellen. Dus alles waar wij klein over denken, dat is voor God een peulenschil. Amen. En zo zijn er legioenen voorbeelden in de Bijbel. Wat was de wet ook alweer? De wet bestond uit twee delen. Namelijk de regeltjes. Hè, artikel zus, lid zo. En jurisprudentie. Al die verhalen in de Bijbel. Kon Jonathan zich voorstellen dat hij omhoog liep en dat al die Filistijnen voor zijn neus neer zouden vallen? Kon Gideon zich voorstellen dat hij dat enorme leger van de Midianieten zou overwinnen? Kon hij zich dat voorstellen? En zo zijn er zo onvoorstelbaar veel voorbeelden. Elia die tegenover 800 profeten, 900 geloof ik, 450 van het bos en 450 van de Baal. Moet je voorstellen, bijna 1000 man en hij staat er in zijn eentje. Heb je wel eens tegenover 1000 man gestaan? Ik heb wel eens gesproken voor een zaal waar 600 man zaten. Dat is vol hoor. Dat zijn veel mensen bij elkaar. En dan moet je voorstellen dat die allemaal iets anders vinden. Die vinden allemaal iets anders. Nou moeten wij ons geloof gaan verdedigen voor een volle zaal van 1000 mensen. Zijn we daartoe in staat? Het antwoord is nee. Is God daartoe in staat via ons? Ja. Het antwoord is, Hasse? Ja. Dus ook als je denkt dat je niet kunt spreken. Ook als je angstig wordt voor tegen 2 mensen spreken. Misschien zet hij jou ooit nog voor een zaal met 1000 mensen. En als God jou gaat vullen, ga jij die zaal toespreken met een toespraak die nog nooit gehoord is. Amen. En als we daarin gaan geloven, dan geloven we in God en niet meer in onszelf. Want de Satan wil steeds dat we in onszelf geloven. Daarom zegt hij in Genesis 3, ja, jullie zullen als God zijn. Och, je kan zo goed spreken, jij kan die 1000 man wel toespreken. Ik kan dat niet. Maar als de geest door mij heen gaat werken, dan kan ik het. Amen. Dus waar zijn we dan nog bang voor? Waar moeten we nog angst voor hebben? En mensen kunnen op ons inpraten om die angst te vergroten. Vind je dat niet spannend? Misschien vind je dat wel heel spannend om te gaan doen. Nou, dan moet je dat niet doen hoor, als je dat zo spannend vindt. Weet je wat ik zou zeggen? Ga alles doen wat je spannend vindt. God gaat je leiden. En God gaat laten zien dat je alles kunt wat hij wil dat je kunt. Amen. En alles wat hij niet wil dat je kunt, kun je ook niet. Dat is zo fijn van God. Dus betert u, think different. En dan staat er, en bekeert u.
Weet je wat er bij bekeerd staat? Er staat een Grieks woord dat betekent change your mind. Change your mind. We hebben het over verandering. We hebben het over de great reset. Is dat een great reset, ja of nee, als we zo gaan denken? Ik kan het me niet voorstellen. Weet je wat de reset is? Gaat je wel voorstellen. Lees in de Bijbel wat God doet en gaat je voorstellen. Probeer je eens voor te stellen dat je aan de Schelfzee staat, dat Farao je in de rug prikt. En ga je eens voorstellen dat je een God dient die zegt, hoppakee, daar gaat hij die zee. En nu lopen. En niet te reuzelen. Gaan. Dat is de God die we dienen. Change your mind. Opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Wat is de grootste zonde in deze wereld? Tegen de Heilige Geest. Tegen de Heilige Geest ingaan. Want alle zonden zullen je vergeven worden, behalve de zonde tegen de Heilige Geest. Want de Heilige Geest probeert ons te overtuigen van het feit dat wij het niet kunnen, maar dat Hij het door ons heen kan. Hij wil ons gebruiken als een kanaal, als een instrument, als een werktuig. Als Gert-Jan een hamer pakt, kan die hamer uit zichzelf hameren, ja of nee? Nee. Nee. Kan Gert-Jan met die hamer hameren, ja of nee? Ik denk het wel. Dat denk ik wel. Dus die hamer kan niks uit zichzelf. Maar als Gert-Jan die hamer gaat gebruiken, moet je eens kijken wat er gaat gebeuren. Amen. Kun je het je voorstellen? Oké. Wij zijn tools. Wij zijn instrumenten.